Jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Pekke hier hanteert. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording, want ik dacht dat kan niet. Excuseer aan mijn leven. Dus je probeert dan terug je toekomst. Sorry, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt en ik neem hem daar ook niet aan. Plus het feit als je met seks omgaat. Is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja. Ja, ik voel dat dit echt niet kan worden. Moeten we nu nog eens worden of niet? Oh, mijn. Goh. Ja, dat zwijg ik liever. Excuseer voor de mensen thuis bij de expositie voor het. Een vraag uit het publiek. Ja, meneer, je had een opmerking. Ik heb het zelf gedaan. Ik ben eigenlijk bijna vrij in iedereen die heeft ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Ergerlijk, meneer. Ja, dit kan niet.